De afdeling Economische Controledienst van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie is de afgelopen week bij verschillende winkels geweest om de schappen te controleren. Bij een winkel aan de Gongreepstraat zijn er vervallen producten ontdekt. Deze zijn door de winkelier in bijzijn van de ECD-medewerkers vernietigd. Bij een bouwmaterialenzaak aan de Martin Luther Kingweg zijn er eveneens onregelmatigheden ontdekt. Bij wet is het verplicht dat winkeliers op alle producten prijzen moeten hebben. Deze winkelier is aangeschreven en het Openbaar Ministerie zal het verder afhandelen. Volgens voorlopige cijfers van de Stichting Algemeen Bureau voor de Statistiek zijn de consumentenprijzen op maandbasis in de maand december 2021 ten opzichte van november 2021 gemiddeld met 1,3% gestegen. Vergelijken we december 2021 met 2020, dan zijn de consumentenprijzen gemiddeld met 60,6% gestegen.